Iets na 11, dit is 24/7 met de highlights van het internet. Vanavond gaan we terug in de internettijd en dat doen we samen met columniste en schrijfster Hanna Barefoots. Ja, goed. 2 april, de dag dat onze Harm eigenhandig de QR-code doodverklaart. Dat je hoort over een app waar je eindelijk ook echt apps van krijgt. En de dag dat we de geschiedenis induiken van het internet. En even in de sfeer komen. Dat doen we met Google van nu. We draaien de tijd even terug naar 1980. Ja, ik wist dit, maar dit zo zou het eruit gezien hebben. Kent geluid ook. Als we in 1980 waren. Ja. Is het een beetje thuiskomen, Harm, voor jou? Ja. Nou, meer angst dat mijn ouders thuis kwamen. Oh ja, ja, met voor dat pas de beren. Ja. Terug naar de begindagen van het internet, daar gaat het dus over vandaag. En de vrouw die daarvoor verantwoordelijk is, die zit hier. Hanna Barefoots, welkom hier in de studio. Want zij schreef een zeer fijne column in de Volkskrant over haar eerste ervaring met internet. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even het geheugen opfrissen. Het internet van 1969, jazeker, tot nu. Het begon allemaal in 1969 met 4 kabeltjes, getrokken tussen een aantal Amerikaanse universiteiten. Dat werden er 100, 1000, 100.000, totdat halverwege de jaren 90 de omvang van het internet elke 100 dagen vermenigvuldigde. Besturingssystemen van de computer gingen via MS-DOS, Windows 3.1, 95, 98 naar Windows XP. En tegelijkertijd veranderde het uiterlijk van internetsites ook razendsnel. Ja, we kunnen ook een e-mail aan iemand sturen. Kunt u met de muis, dat ding daar, naar uw boekmark gaan? Laten staan. Oh jeetje, meneer, hier laten staan. Communiceren via internet ging lange tijd slechts via de e-mail. In 1988 ontstond IRC, waarmee je voor het eerst totaal anoniem kon chatten. Maar toen kwam MSN. Heel hotmailend Nederland is er groot mee geworden. In april 2000 pionierde CU2 als eerst sociale netwerk. Nou ja, sociale netwerk. De profielen bestonden vooral uit ellenlange vragenlijsten en lelijke bewegende gifjes. CU2 had uiteindelijk 450.000 Nederlandse gebruikers, maar bezweek onder zijn eigen succes. De service kon het niet aan en alles werd retentraag. Ik zelf geniet ook van het gebruik maken van Hives. Hives pakte het stokje vanaf 2004 zeer gewillig over en liet sociale netwerken in Nederland groeien van kleuter naar puberschoenen. Facebook kopt hem in met de volwassen Amerikaanse opvolger. De site telt vandaag de dag een dikke 6 miljoen Nederlandse gebruikers. Ja, het internet gaat dan wel eens een keertje groot worden. Surfing. No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet. Wow. Sarayda, was je MSN-meisje? Wel, hè. Chatten met vriendinnen, flirten op het internet. Ja, het kon allemaal veilig. En toen hadden ze nog geen bangalijsten, gelukkig. Nee. Hoezo zeg je bangalijsten? 1969, daar begon het dus allemaal. Maar het werd natuurlijk pas echt toen het NMS-journaal het in de gaten kreeg. En we gaan even naar Joop van Zijl kijken. Datum 28 december 1996. We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Zet uw pc aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/nos. Hebt u dat? En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers. Ja, jongens. Ja, zo. Weet niet. Zo gelijk wat een ziener, hè? Een Joop van Zijl. Hij zegt speeltje. wat heb jij te melden over je eerste ervaring op het internet? Dan kan dat via dat internet naar onze Tim hier, onze social media man. Hij zit achter een prachtige multimedia PC. Spikspint nieuw beest, jongens. Draait nog op DOS. Luister, ja, kijker thuis. Jij, jouw oude internetervaring. Wat zag je als eerste op het internet? Wat deed je vroeger? Ik wil het weten, om jullie een beetje warm te maken. Je zag net al ook CO2 op mijn oude beeldscherm. Dat wat je zelf de HTML van moest schrijven vroeger. K-
kijkt u gezellig mee. Fantastisch mooi. Napster, weten Napster. We dat nog? Dit was Napster, jongens. MP3'tjes downloaden. Was dat even leuk? Het einde van de muziek in de Daar heeft Tim Kuik zijn baan aan te danken. En als je nou iets leuks weet, maar je denkt, het staat niet meer op internet, even naar wayback.archive.org en daar even je linkje typen. En dan kan je het gewoon alsnog terughalen. Hartstikke leuk. En als je wat wil melden aan Hanna, ze zit hier toch, doet ook. Hashtag BNN247. Hey. Zo modern. Goed, Hanna, we zijn retro vandaag. En we gaan iets voor jou maken eigenlijk. Of dat hebben we al gedaan. Jij schreef op een gegeven moment een column. Het ging over de begindagen van het internet voor jou. I love i-dingen. Wat was het idee? Nou, je had vroeger een programma en dat heette I Love the 90s. Mm-hmm. En daarin gingen dan bekende Nederlanders terugblikken op dingen uit de jaren 90. Dus dan zei iemand van, nou, ik spaarde trollen. Of ik hield heel erg van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Nou, ik vond dat heel erg leuk en ik mis dat programma heel erg. En toen dacht ik, kunnen we niet zo'n programma maken over oude internetfenomenen? Want de ontwikkelingen gaan zo snel dat je dan, ja, je kan blijven doorgaan. Je kan allemaal goedkope reeksen maken. Volgend jaar is Hipstamatic weer out. Dus ik dacht, misschien is het leuk als dan BN'ers of semi-BN'ers daarover gaan kijken. Nou, die semi-BN'ers is helemaal goed gekomen. Jij vroeg, wij draaien 2 internetpioniers krijg je en 1 onvermijdelijk natuurlijk meisje uit de jungle. Allemaal spreken ze over het internet. Ja, wel een muis en was wel kabels en dat was echt wel inklikken. Maar we waren echt nog die lelijke schermen, heel vaag scherm, heel zwart-wit, geen kleur. Als je wil voorstellen hoe groot, of liever gezegd hoe klein internet was in Nederland op dat moment. Je had Access for All, dat was de eerste echte internetprovider in Nederland, die heette toen nog anders. Maar die hadden 4 telefoonlijnen ter beschikking. Dat betekende dat er 's avonds 4 mensen in Nederland op internet zaten. Dus dan wilden ze uitbreiden naar 8 en dan moesten de kabels getrokken worden. Dan kwam er zo'n man een putje graven, een kabels aanleggen. En die zei, nou, u heeft er nu 8, dan kunt u voorlopig wel vooruit. Ja, een week later of een maand later kon hij weer komen, want dan moesten er 16 komen. En iedere keer moesten er nieuwe kabels getrokken worden, totdat er op een gegeven moment glasvezel kwam. Ja, en toen had je dat probleem niet meer. Ik ben echt zo blij met internet. I love it. Echt, ik kan er echt niet zonder. Ik kan me nog wel wat ruzies herinneren dat ik met mijn vader, dat ik wel eens een rekening had gehad van 300 gulden. En dat was natuurlijk wel heel veel bellen. En dat was eigenlijk wel voor alle mensen die met computers bezig waren, toch wel hetzelfde. Wij zaten daar op dat internet met niet heel veel mensen, maar we hadden allemaal wel door dat dit iets heel bijzonders was. Een soort maanlanding. Dit zou iets groots gaan worden. Dus dat was voor een deel de grote kick. Wij zaten iets te doen waarvan we wisten dat iedereen dat zou gaan gebruiken en niemand kende het nog. Wat ook in de begindagen wel zo was, was dat technologie voor mij altijd heel erg lekker werd gemaakt. En dat kwam onder andere door de wondere wereld van Griet Titulaar. Griet Titulaar, hoort ook bij Microsoft. Ik kan dit tekstje via de telefoonlijn gaan overzijnen. Ik hou het daartoe hier tegen de horen en ik ga hem dan op zenden zetten. Hij ligt een beetje bij de microfoon. Ik kan me herinneren dat op een dag ging bij mij de deurbel en er stond een belastingdeurwaarder voor de deur. En die wilde beslag leggen op een spul, omdat ik belasting niet had betaald of zoiets ergens, achterstallige betalingen. En die kwam binnen, dat is natuurlijk niet leuk, ik schrok mijn hoedje. En die zei, wat is dat nou? Ik zei, nou ja, ik zit op internet. Is dit internet, zei hij, mag ik dat eens zien? Dus toen ging hij erachter zitten en hij wilde dat bekijken, dat vond hij prachtig en geweldig. En toen zei hij, ja oké, die aanslag komt dan wel een andere keer. Dus toen ben ik zo door het oog van de naald gekropen. Dankzij internet. Internet is gewoon startwerk, 8 dag. Nou, als je dan een mailtje wilde versturen, dan stuurde je dat dus naar een ander nummertje toe. Dat werd dan, in mijn geval, ik woonde in Ede en dat werd dan naar Bennekom gestuurd. En vanuit Wenen werd dan weer opgebeld naar Amsterdam. Vanuit Wenen ging dan een mailtje door naar New York en zo, zeg maar, Amerika in. En dan kon het gebeuren dat je soms een week nodig had om een mailtje van A naar B te krijgen. Inbellen is, zeg maar, als het heel, heel langzaam duurt om... Nu tegenwoordig betaal je gewoon meer om snel internet te krijgen. Want daar betaal je gewoon voor. Dan hoor je dus gewoon sneller te krijgen. En toen vroeger moest je bellen naar de provider toe van hallo, ik wil graag sneller internetten. Regel het maar en ik betaal ervoor. Regel het maar, jongens. Ja, dat is inbellen. Hey, Griet Titulaar, terug op tv zou ik zeggen. Ja, waar is die man eigenlijk? Leeft hij is er nog. Hij is er nog. Hij is er nog. In zijn wondere wereld. Ja, dat zal zoiets doen, zijn. Herkenbaar? Ja. Dit voor jou? Ja, ja, ik vond het wel leuk om te zien. Maar ik wil dit, ik wil meer. Ik wil het ook over de CD-speler en de minidisc en al die verdwenen dingen. Ja. Betamax. Ja, er komt nog meer, zometeen. Eerst even trending vandaag. Tim, welke herinneringen krijg je binnen? Nou, een van de eerste layouts, zo niet de eerste van Facebook. Kijk, even mee op mijn 384. Lol. Laughing out loud, jongens.
En deze? Niet de internet, prompt. Maar wel de DOS-prompt. //.. Ja. Dus underscore. Ja, dat is echt een hoogdeel, ja. Ja. En vroeger had je geen Google, want vroeger, volgens mij is Google vorige daar nog, dat decennium daarvoor, en dat was 1998, en dan moest je dan iets leuks intypen, en dan kwam je bijvoorbeeld, als je leuk Nederland intypte, op nou, iets echt leuks, een ambulance met een wielklep, nou, daar kon je dan 3 dagen om lachen. Ja, maar dat waren tijden, dames en heren, dat was leuk. En natuurlijk ICQ heeft iedereen het over, en al die oude meuk waar je kon chatten. Dat krijg ik binnen. Ja, hashtag BNN247 voor meer. Het is ook een beetje een gekke dag. Wat doen we met het trending topic dan? Nou, YouTube bestaat dit jaar 7 jaar. Zo, trek ik er ook eventjes bij. Dat zag er vroeger zo uit. Fantastisch mooi ook. Wat lijkt hem nou? En het is begonnen een beetje als Google, zie je dat? Ja. Ik wijs ook naar mijn scherm. En nu zie je dat pas. Een heel gek gevoel. Ik zit heel onwennig te typen ook. Maar goed, YouTube bestaat 7 jaar. Om even aan te duiden hoe kort dat geleden is. Ik weet niet of jullie nog Thailand, de grote tsunami, weten. Maar dat lijkt heel kort geleden. Dat was 2004. Yep. En daarna kwam YouTube pas. Dus die filmpjes van die tsunami, daar kan je ook heel weinig van vinden op YouTube. En nu bijvoorbeeld kijken er zo'n 3 miljard video's worden er bekeken op YouTube per dag. Dus dat is in een tijdbestek van 7 jaar. Nou, om een lang verhaal kort te breien, want dat ga ik natuurlijk naartoe. Nu, trending is vandaag uit de oude doos YouTube. Kijkt u gezellig mee. Punt. Vandaag trending uit een oude doos. Sinds mensheugenis heeft niets ons zoveel geluid gebracht als YouTube. Kent u bijvoorbeeld deze magistrale dieren nog? Kostelijk! Of kijkt u eens naar deze fabuleuze webcamcamera-vrouwen? Alleszins vermakelijk, evenals deze acrobatieke jonge mannen. Om nog maar te zwijgen over de volgende koters. Gelukkig is er ook tijd voor serieuze zaken, zoals het uiten van gevoel. Ja, we kunnen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat YouTube ons leven louter opgefleurd heeft. YouTube, hartelijk dank. Ja. Oh, emotioneel. Leuk, hè? Ja, gebruik dat ook voor je research, hè? Van, je komt binnenkort een tv-film. Gaat over het drama in Duisburg met de Love Parade. Ja. En dan ga jij achter YouTube zitten om filmpjes op te zoeken. Ja, urenlang. Ik doe dat al. Ja, ik schrijf natuurlijk. En meestal over dingen die ik zelf niet heb meegemaakt. Wat zoek je dan? Nou, dit, zoals je... Ja, het is zo'n filmpje, hoe dat eruit ziet. Hoe het is om in de massa te staan. Wat er allemaal omheen gebeurt. Want nou, ik heb dus een film gemaakt die is gebaseerd op dat Love Parade drama. Ja. Maar ik had natuurlijk geen idee. Ja, ik dacht de massa, iedereen staat zo. Maar als je dan zo'n filmpje ziet, dan zie je dat sommige mensen aan het feesten waren. Terwijl andere mensen werden verdrukt. En dat is echt afschuwelijk om terug te zien. Maar wel, ja, toch een fijne bron als je erover schrijft. Nou, weet jij de digitale stad nog? Ja, ja. Was jouw vader bij betrokken? Ja, mijn vader die was heel erg into dat soort internet dingen. En ik weet echt nog dat hij hem een keer liet zien. Zo'n fluoriserende, groene, knipperende cursus. En hij zei, kijk, dit is de toekomst. En hoe hier ga begint ik het. Een berichtje sturen. En toen zei ik... Ja, maar hoezo? Weet je? Je kan toch bellen? Dus ik zag er niks in. Maar okay. Het is toch... We gaan even naar de digitale stad. I love i-dingen, deel 2. We waren voortdurend aan het verzinnen hoe je dat moest uitleggen aan mensen. En wat je dan zag, bijvoorbeeld dat de digitale stad, dat was een van de eerste internetsystemen in Nederland, die hadden een postkantoor. Daar logde je in op de digitale stad en dan tikte je op 2 en dan ging je naar het postkantoor. En wat ging je dan op het postkantoor doen? Nou, je e-mail ophalen. Je kan het niet eens meer begrijpen dat je ergens heen moest om e-mail op te halen bij een postkantoor. Niemand weet meer wat een postkantoor is. Wie gaat er nog wel eens naar het postkantoor? Maar dat was de enige manier waarop mensen konden begrijpen wat ze dan moesten gaan doen. Digitale stad was zeg maar dat alle internetverbindingen, zeg maar, dat het gewoon globaal is in een stad. Zeg maar dat je loopt in de stad en dan kan je gewoon overal dat hek, kan je overal dat internet vandaan halen van alle plekken in de stad. Er zitten toevallig 2 mensen in beeld. Waar is dat raar? Dat staat ergens in Californië aan de kust. We kijken nu naar het Stille Oceaan. Een beroemd voorbeeld uit die tijd was ook de koffiecam. Dat was een laboratorium in Oxford. Hadden mensen, die hadden een koffiezetapparaat, stond aan het einde van de gang. Vonden ze wat lastig om daarheen te lopen, om te kijken. Ja, toen kwam hij daar, was er geen koffie. Want je had echt een ouderwets koffiezetapparaat.
Dus hadden ze er een webcam op gezet, dan kon je zien of er koffie in de kan zat, ja of nee. Nou, die werd dus over de hele wereld bekeken. En dat was zeg maar de vooruitgang, dat we met z'n allen konden kijken naar een koffiekan in Oxford. Ja, je hebt nu Twitter, je hebt nu ook Fora. Maar dat was eigenlijk vroeger niet heel erg anders. Dan had je natuurlijk geen Twitter. Maar er werd dus op een forum of in zo'n bulletinbord werd ook wel duidelijk een mening geventileerd. Het gebruik van je eigen naam was al lastig. Mijn naam, bijvoorbeeld Francisco van Jolen. Nou, voordat je die hebt neergetikt, heb je al 6 spelfouten gemaakt. Dus iedereen gebruikte kortere afkortingen. En meestal makkelijk te onthouden namen, dat werden nicknames. Als ik een keertje ging chatten of zo, had ik nooit natuurlijk mijn echte naam. Je had ook Cindy kunnen zeggen of zo, maar ik dacht, dat vond ik een beetje te sleazy. Nee, gewoon Daan, de Amerikaan. En wat zie je nu met de sociale netwerken? Ja, dat iedereen weer eigen namen gebruikt. Want als je je eigen naam niet gebruikt, ja, dan weet niemand wie je bent. Dan heb je er niet zoveel meer aan. Ja, en daar zit je dan, wow. Ed Schnitzelstorm. Ed, de broer van Roos. Legendarisch. Ja. Snap je? Ja, nicknames zo outdated, hè? Ja. Ja, wie heeft dat nog inderdaad? Ed Schnitzelstorm van volgen Edwin op Twitter. Verbaans, Ed Anna Barefoots, Ed zijn rijdaartje mag ook nog, toch? Gewoon omdat ik niet zo lang ben. Ja. Ja, het is allemaal snel gegaan met alle nieuwerwetsigheden. Het mogen duidelijk zijn. Zo ook met de telefoon. Zometeen de allereerste mobiele telefoon. Ja. Waar je echt nog helemaal niets op kon. Maar eerst even een aantal technische vindingen op een rij die ooit oh zo geniaal leken. Maar ja, nu weer compleet vergeten zijn. Ja, er zijn een heleboel uitvindingen waarvan toen ze inderdaad de markt opkwamen. Of toen de bedenkers dachten, nou, dit is het nieuwe gesneden brood. Zoals het cassettedek en de videorecorder. Ja, of maar wat te noemen. Ja, ook high-tech en een mobiele telefoon. Dachten ze van, nou, dit wordt echt even. Dat kwam niet helemaal uit de verf, dus we hebben even wat dingen op een rijtje gezet. All I do is punch in stocks, and there it is. Wie kent het niet? Videotext, een soort van internet, maar dan van de jaren 70 en 80. Kijk eens hoe handig, al die knopjes. Maar helaas, het kon de grote massa niet bekoren. Of de Video 2000 van Philips, een videospeler die kwalitatief veel beter was dan de concurrenten VHS en Betamax. Maar omdat er amper pornobanden voor te krijgen waren, sloeg het ding niet aan in de Verenigde Staten. Jammer joh. En nog een fiasco voor Philips, hun eerste multimedia-systeem, de CDI-speler. Nou, wie kent hem niet? Voor miljarden guldens op de markt gebracht en tja, miljarden guldens door de plee gespoeld. En ken je nog het oh zo handige Greenpoint van de PTT? Om het dure autotelefoonnetwerk te ontlasten kon je met een speciale Kermit de Kikkertelefoon bellen op vaste plaatsen bij treinstations en postkantoren. Net zoiets als een telefooncel dus, maar dan met je eigen hoor. En tot slot de OV-chipkaart. Zo lek als een mandje en door hackers volledig gefileerd. In 2013 was het tij niet meer te keren en stapte de NS weer over op het ouderwetse treinkaartje. Ja, de flops en de blunders. Dit is nog redelijk recent, maar laten we even eentje van nu pakken. De QR-code. Ja, de QR-code. Dat zijn die rare zwart-wit blokjes die je tegenwoordig overal tegenkomt. Op abris en in kranten en tijdschriften en op bonnetjes. Ja. En tegenwoordig ook op grafstenen. Oké, okay, ja, als je over begraafplaats... Ja, dat zijn echt serieus gewoon grafstenen met QR-code. Als je dan op een begraafplaats loopt en je denkt, god, wat is Trudy jong overleden. Dan kun je even je QR-scanner erbij pakken en heb je wat meer info. Nou, hartstikke handig natuurlijk. En werkt het ook? Is het een succes? Nee, niet echt. Nee, er zijn eigenlijk heel weinig mensen die QR-codes gebruiken. En ja, niemand scant die dingen. Want ja, ik weet niet... Iemand hier? Nee. Zeker niet op een grafsteen, hoor. Nou, dat is raar, want de helft van de Nederlanders heeft ertussen een smartphone. En daarop staan ongetwijfeld ook best wel wat QR-apps. Maar ja, niemand gebruikt die dingen. En als je hem al een keer ergens gebruikt, dan word je verwezen naar een website. En dan denk ik van, zet dan gewoon de URL daar even neer, weet je wel. Ja. Maar er zijn believers, vermoed ik zomaar. Er zijn believers, ja. Want we zijn ook langs geweest bij mensen die wel in QR-codes geloven. Dat zijn de mensen van MediaMedic. Mm-hmm. En die geloven niet alleen in QR-codes, maar die geloven ook, als ze het toch over nostalgie hebben, in Ministack. Ik was fan. Oh, ja, voor iedereen. Absoluut. Ik maak het nooit 70. Af, maar ik was fan. Nee, ja, dit is gepriegeld met plastic dingetjes op een rastertje. Nou, ik zal het zo laten zien. Nou goed, we waren daar dus even langs. En dan heb ik ook nog een dingetje voor de mensen thuis, als ze een QR-scanner hebben, moeten ze even een telefoon pakken. We hebben zo na de reportage hebben we iets. Maar eerst even naar de reportage. Ja. Het is een soort nostalgie, dat die hele QR-code. We vinden hem mooi, omdat hij ons herinnert aan die goede oude tijd van dat die nieuwe media nog uit pixels bestonden. Ik
gebruik QR-codes meer uit nieuwsgierigheid. Omdat ik ze wel eens op straat zie en dan denk ik, oh, dat vind ik wel. Omdat ik heel benieuwd raak wat erachter zit. Want ze hoeven niet per se naar een site te leiden. Ze kunnen ook naar een foto leiden, maar ze kunnen ook gewoon een sms inhouden of tekst. En waar gaat jouw QR-code straks heen? Naar mijn website, dubs.nl. Ik sta binnenkort op een markt en dan ga ik hem ophangen. En dan ga ik mensen laten zien dat het echt werkt. Ik had vroeger ergens op pagina 17 van mijn telefoon ook zo'n applicatie staan waarmee je dan die QR-codes kon lezen, maar die staat nu op pagina 1. Ja. Dus ik gebruik hem wel vaak, het is eigenlijk best makkelijk. Wat is de beste QR-app toepassing die je hebt gezien eigenlijk op straat? Wow. Daar moest hij heel lang over nadenken. Duidend dan. Er kwam ook niks. Nou goed, ik heb natuurlijk ook even meegeministackt. Ja, dat zag goed uit. Ja, dat doe ik vaker. En mensen die klaar zitten, daar, ja, dan moet je nu dus even je telefoon laten scannen. En dan weet je gelijk het thema van volgende week maandag van 24/7 doen we ook een speciaal tijdens aflevering. Tijdens Pasen is dat, hè? Tijdens Pasen. Pikant Pasen. Maar weinig met eieren te maken, kan ik je wel vertellen. Goed, dat heb je gedaan. Dan gaan wij nog even naar Tim. Tim, ja, heel binnen. Even. Oh, ik krijg hele leuke dingen binnen. Vroeger uren bezig met Northern Commander. Nu vraag je af, wat deed ik dan eigenlijk? Ik heb geen idee, maar het zag er zo uit. Super oud. Kijk even mee. Blauw met wit. Want alles was vroeger blauw-wit. Of zo. Ja, nee, ik weet niet of dat is. Oh, we weten het ook gewoon helemaal niet. Iemand die heel veel termen roept. Tornado 28K8 modem. Cindy Crawford in 16 minuten binnen een plaatje. Heel klein ja, zo is het wel. En deze is leuk. De website van de Bijenkorf uit 98. Met 256 kleuren clip art. En GeoCities sfeertje. Kijk even mee. Boom. Wow. Moet je nu mee aankomen? Oh, als je nu mee aankomt, is het weer cool. Maar zeg maar. Dit is best oké okay nog hoor. Ja. Voor nee, alle leuke is dat jij er helemaal niks van weet. Want je bent ongeveer 12. Ik ben net 19. Zal maar voor jouw tijd. En dan deze nog voor mensen die echt heel erg deze nostalgie nog eventjes vast willen houden. De Retro 8-bit Google Maps. Ik zal hem zo even tweeten op de broer van Roos. Kijk, en heb je alles. Ja, die hadden dat online gezet. Ja, mooi. Ja. Grijs, hè? Soort Civilization. Zo is dat. Goed, meer tweets. Welkom, hashtag BNN247. We gaan het over de telefoon hebben. Want internet op je telefoon, dat kan nog helemaal niet zo lang. Sowieso wordt het net al. Slechts de helft van de Nederlanders heeft een smartphone. Hanna, jij? Nee? Is een, dit is mijn telefoon. Echt? Ja. Wat ben jij? En kan je wel bellen? Ja, je kan bellen. Oh, ik heb een sms. Wappen. En hij heeft hier een flashlight. Oh, dat is wel handig, hè? En een valutacalculator. Nou, dat is essentieel, ja. Goed, 30 jaar min of meer mobiele telefoon. Die eerste mobiele telefoon, dat weet iedereen nog. Ook Daniella. Echt zo'n groot ding. En ik ben zwaar afgezet, 25 gulden. En hij deed het niet eens. En ik deed gewoon nep. Ik ging gewoon in de bus zitten. Ik denk net dat ik aan het bellen was. Want ik was echt blij dat ik een mobiel had. Maar het was gewoon niet eens echt. Ja, zo is Daniela. Ja, dit is echt heel herkenbaar. Hè? Zo doen en dan tof doen en kijk me gaan. Dat is een klepje. Maar het begon allemaal 30 jaar geleden. En ik vind dit echt leuk. Want ik ga je even langs een assortiment van het verleden brengen. Daar heb ik een fantastisch muziekje voor. En twee assistentes. Ik heb de eerste, de Nokia Mobria uit 1983, oh, dames en heren. Het was ooit een telefoon die in je auto kan. Ja. De mobiele telefoon wat ooit kon in je auto, maar kijk eens. Toen kon je hem er ook uittillen. Okay. En dan kon je er lekker op straat mee bellen. 10.000 Perfecte gulden. Perfecte batterij, vermoed ik. Ja, 10.000 gulden kostte dit ding. En echt alleen pooiers en mensen die het goed deden op de bank, die konden dit monster kopen. Heerlijk, fortjes. Toen hadden we in 98, en ik wil dat dit terugkomt, toen hadden we deze. Het voordeel was dat hij niet zo'n grote batterij had. En dat je hem dus, als ik zeg maar die slogans van toen terugpak, dat je hem makkelijk in je broekzak kon stoppen. Om mee te draaien. 500 florijnen. Ja, fantastisch hè. Maar ik heb ook, ik zag hem al even voorbij komen, de Kermit-telefoon van de PTT. 10 jaar geleden dachten zij, het is echt een enorme trend dat mobiele telefoon gebeuren. Wij gaan daaraan meedoen. Dit wordt een hippe telefoon voor de gewone man en de gewone vrouw. Vandaar ook de link met Kermit, want dat was natuurlijk toen heel hip, de Muppet Show. Oh ja? Later nog wel een rechtszaakje tegenaan gelopen. Maar dit was hem, dit was hem. Je moest 150 meter op 150 meter afstand van dit ding blijven, want anders dan hoorde je niks meer. En de Muppets waren niet blij, mocht niet. Nee, uiteindelijk kun je hier van de markt gaan. Maar dit was hem. Zonde. Kan toch wat niet? Nee, maar ze dachten dat is hip, dat is spannend, de Kermit. Kortom, die verdween. Ja, goed, dit was het. Ja, en dan die nog? Ja. Speeltjes? Oh ja, dit was de eerste soort voorloper van de mobile office. Die klikte je zo open. Ja, die wilde open. Ik echt. Niet zo'n en dan beetje. Kon je zo, dan was je wel hip hoor. Dan had je dingen te doen als je deze had. En nog even, de eerste touchscreen. Zo begon het. Iedereen die nu een BlackBerry heeft of een iPhone. Voorvader hoor.
dan Tectoni. Tectoni heeft ook iets voor de telefoon, namelijk de Zombie Run. Tectoni. Om in conditie te blijven zijn er allerlei apps, zoals Runkeeper en Nike Plus. Maar sinds een paar weken is er wel een hele bijzondere. Zombies Run. Wat is het idee van deze app? Er zitten allerlei zombies achter je aan en je moet zo hard mogelijk rennen om uit hun klauwen te blijven. Aan deze app zit nog een heel verhaal vast. Je bevindt je in een virtuele wereld vol met zombies die achter je aan zitten. Op je oortjes krijg je gesproken instructies en volg die op, want voor je het weet word je verslonden door bloeddorstige zombies. Nou, behalve dat je moet hardlopen om uit de buurt van die zombies te blijven, is het ook zo dat je de juiste kanten moet lopen om allerlei voorwerpen te scoren. Zoals bijvoorbeeld een medicijndoos, zodat je langer in leven blijft als de zombies je te pakken hebben. Run a fight, run a fight. They're gaining on you. And if you can't find anything, we might not be able to let you in when you get here. Ja, het is tijd voor de happy ending alweer. En die komt ook van Hanna. Instabiel, zei de kat. Instabiel, zei de kat. Instabiel, zei de kat. Maar niemand kan een kat verstaan, dus de man stierf. Dit is echt iets om te zeggen. Dit was lekker hoor. Tim, jij nog eventjes. Ja, we hebben heel veel boze reacties over de QR-code. Want, You killed the dream, man. You killed the dream. Brazilian fart porno achter. Ja. Maakt helemaal niet uit. QR-code afgeschreven, klaar. Veel plezier nog. Goed, Hanna, dank voor je komst in de studio. Binnenkort dan gaan we jouw film op televisie zien. Ja. Wanneer? In december geloof ik pas. Oké, okay, dat duurt nog eventjes. We gaan het allemaal zien voor vrijdag. Dan hebben we weer een nieuwe gast en dat is klootzakje Horace Cohen. Kijk, Cohen is gewoon een heel klein, vies, vervelend mannetje. En ik zeg tegen hem, ben je nou godverdomme helemaal besodemiet of gek? Zeg, gedraag jij godverdomme eens eventjes. Hey. Kijk, dat zijn duidelijke woorden. Ja. Tot vrijdag. Dankjewel. Oh, Emiel.